Rob de Nijs, Astrid Nijg en Boudewijn de Groot. Drie artiesten die bijna iedereen kent. Maar de man achter deze nummers kent vrijwel niemand. Lennart Nijg, wie was hij eigenlijk? Zichzelf, zonder dat je nou precies wist wat dat dan was. Kluizenaar. Ontzettend lief. Grappig. Het was een apart type. Een echte Arender. Universele man. Een 19e eeuwse romanticus. We zijn onderweg naar het Haarlems Dagblad. Hier werkt Richard Stekelenburg, een oud vriend en collega van Lennart Nijg. Hij weet heel veel over zijn werk en over zijn leven en gaat mij vandaag een dagje meenemen naar verschillende plekjes in Haarlem die iets te maken hebben met Lennart. Hey Richard. Hey, hallo. Hallo, ben je een beetje zover? Ik ben zover, welkom. Alles goed? Helemaal goed. Mooi zo. Ja, top. Ik vind het echt super lief dat je mij vandaag een dagje gaat meenemen. Verschillende Lennart plekjes in Haarlem. Mm-hmm. Plekje nummer 1 op de redactie van het Haarlems Dagblad. Ja. Want ik zie hier meneer. Dat is meneer. Dat is zijn kat. Een beroemde kat, want hij heeft er heel veel over geschreven, zijn columns. Eens in de week had je een column in het Haarlems Dagblad. En daar vertelde hij allerlei dingen over de stad. Wat hij gezien had, wie hij gezien had en ook hoe hij erover dacht. Laten we bij het begin beginnen. Mm. Lennart, zijn jeugd vroeger. Ja. Hoe moet ik dat een beetje voor me zien? Ja, het is wel voor mijn tijd. Ik ben iets jonger dan Lennart was. Het verhaal begint eind jaren 60. Dat is op school. Schoolgenoot van Boudewijn. Maar aan het eind van de middelbare school was er een soort vriendenkring die hij om zich heen verzameld had. En daar kwam ik ook in terecht. En toen ontmoette ik hem en toen was er een klik. Omdat we alle twee geïnteresseerd waren in film in eerste instantie. Dus hij besloot een filmpje te gaan maken en ik deed daar dan aan mee. En zo is dat begonnen. Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Ik denk wel dat de muziek van Lennart Nijg altijd bedoeld is geweest om muziek heel erg serieus te nemen. En ook datgene wat je hoort, wat hij wilde zeggen, wat hij wilde overdragen, ook heel serieus bedoeld is. Maar hij was wel samen met Boudewijn de Groot in de midden jaren 60, stond hij aan de vooravond van de Flower Power periode. En de doorbraak van een generatie die veel meer vrijheid wilde. Nou, dat was even wennen, want wij wilden in eerste instantie, vooral ik, heel puristisch zijn. Want ik kwam uit de hoek van de jazz en het Franse chanson. En bij mij moest het allemaal mooi zijn en niet te wild. En het ging om de sfeer en het ging om de tekst en dat soort dingen. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaamaan kapot. Het moest literair zijn en artistiek verantwoord. En die popmuziek waar ik op zich best een liefhebber van was en waar ik wel naar luisterde. Maar waar ik zelf niet aan wilde om dat zelf te doen. Dat vonden wij te commercieel en Dat hoorde niet. Dus toen meisje van 16 kwam, waar dat wel allemaal gebeurde, dat was popmuziek, met elektrische gitaren en met drums en zo. Toen daar hadden wij moeite mee en ook die tekst vonden we wat erg smartlapperig en zo. Lennart had er trouwens wat minder moeite mee, die vond het allemaal prima. Maar ik moest het brengen. We staan nu op het Spaarne, een bekende plek in Haarlem. Ja. En ook een belangrijke plek voor Lennart. Ja, Haarlem is het Spaarne. En als Lennart Haarlem is, dan gaat het ook op het Spaarne. Ook het nummer natuurlijk, het Spaarne stroomt, bekend. En dit is ook de plek, en we staan wat dat betreft hier wel heel erg goed. Daar is de Waag. Daar is het begonnen. Daar leert hij ook Astrid Nijg kennen. Eerste vrouw. Ja. En aan die kant van de brug lag de jonge Jacob, die hij toen samen met Astrid gekocht heeft in Urk. Het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt voorbij, voorbij de stad, waar niets meer wordt geladen. Al na een jaar dat we met elkaar getrouwd waren, hebben wij dat schip gekocht. Ja. En dat is natuurlijk een en al romantiek. Met z'n tweeën, opa. Jezus, Lennart de schipper en ik was de maat. Ja? En dat was gewoon helemaal te gek, joh.
We leefden echt in onze droomwereld. Schippertje, maatje, één met de zee, leuke mensen ontmoeten, geïnspireerd raken. Veel teksten? Veel teksten kwamen eruit. En uiteindelijk heb ik dan de muziek daarop gemaakt. Gewoon lekker in de roef met mijn gitaartje en met het eerste cassette-recordertje. Zo ging dat. Na mijn scheiding zei Adele tegen mij van... Jij moet wat gaan doen met dat lied van Ik doe wat ik doe. Dat is nog echt iets voor jou. Dus toen dacht ik, ja, want ik moest toch... ik zei, nou kan ik zingen, want ik ben gescheiden en niemand houdt mij tegen. Dan moet je dat doen. Dus toen heb ik dat gedemo'd en uiteindelijk uitgebracht. En toen is het 3 maanden ook weer blijven liggen, want niemand durfde het te draaien. Tot uiteindelijk dan via Radio Noordzee en Radio Veronica. Wat, daar ging hij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven. Die veel beloven en niks doen, dat niets voor mij. Ik doe wat ik doe. En vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe. En misschien is dat dom. Er is een periode geweest in de carrière van Lennart dat Boudewijn en Lennart uit elkaar gingen of even stopten. Ja, dan heb je het over... Dat is nog redelijk in het begin. Eind jaren 60 en 70 is een beetje dat rond die periode. Dat is als Boudewijn iets wat in de war is en in de commune op de hei Engelstalige nummers gaat zitten maken. Ja, oké. Okay. Dan gaat Lennart inderdaad... We zijn zo'n beetje los van elkaar. En dan gaat Lennart richting iets meer op Amsterdam, loopt daar volgens mij wat vaker rond. En gaat dan bijvoorbeeld de musical schrijven, Jan Kramer. Natuurlijk een beroemd boek in de Nederlandse literatuur. Schrijft zijn eigen boek, Tobia. Wat minder beroemd is geworden, maar wel een cultstatus hebben, dat mag je wel zeggen. Maar die periode duurt niet heel lang hoor. Want als je dan even uitrekent, ik denk 72, 73 komen Boudewijn en Lennart elkaar wel weer tegen. Dan maken ze de succesplaat voor Op de Nijs. Ja. Met de bekende nummers, Mannenbabbe. Nou, noem het maar op, Jan Klaassen. Dat staat daar allemaal. Dus we komen elkaar. Dus de gouden tijden breken dat dan is, weer dat aan. Is commercieel gouden zeker een ook een hele interessante periode. Het publiek en ook de media, radio en discjockeys en zo, die vonden het fantastisch dat Lennart en ik weer samenwerkten. En de plaat die we maakten had weer iets fris ook. Lennart heeft in zijn carrière ook dieptepunten meegemaakt, zoals elke artiest. Ja, in zijn carrière, misschien moet je wel zeggen zijn leven. Het was een romanticus, een man die het leed ook wel opzocht. Het geluk liep altijd verder en harder weg. Maar daar gaan ze tekst over. En ja, het klinkt misschien wat triest, maar zonder het leed van Lennart was er 90% van zijn teksten nooit geweest. Altijd heb ik heel erg te doen gehad, ook met hem eigenlijk, om zijn onmacht. Want dat was het eigenlijk. Hij kon zijn liefde niet uiten, rechtstreeks naar mij toe. Hij kon het heel goed in liedjes schrijven, de prachtigste, meest poëtische teksten. Maar hij kon het mij niet echt duidelijk maken. Hij was zo machteloos. Dan zei ik, ja, maar... Laten we erover praten. En dan had ik een uur zitten praten. En aan het einde zei hij, ja, maar het is toch allemaal goed zoals het is? Ze zullen mij niet kennen. Ze zullen mij niets vragen. Ze hebben niets verwacht. En niemand zal begrijpen wat ik doen kom in dit huis. De kinderen zullen zeggen, de reiziger is thuis. Mooi, hè? Dat is de favoriete tekst. Als je hem vroeg welke tekst vind je zelf het mooiste, dan zei hij altijd de reiziger. Hij was heel, heel ziek. Maar ja, ook eigen schuld. Want hij heeft het gewoon veel te lang laten doorgaan. Hij heeft eigenlijk zichzelf een beetje verwaarloosd. En er waren meer mensen, niet alleen wij hoor, zeiden van god, let nou op jezelf. En ga naar de dokter, eet beter, nou ja, noem maar op, jaren. Hebben meerdere mensen dat gezegd en ik weet niet, hij deed het in ieder geval niet. Waarom, weet ik niet, maar hij deed het niet. En ja, ik denk dat als hij wat alerter was geweest, misschien was hij toch ziek geworden hoor, dat kan, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik denk dat hij niet zo jong had hoeven sterven. We staan hier nu bij het monument. Speciaal voor Lennart geplaatst. Ja, lelijk hè? Maar het is wel een eerbetoon aan Lennart. Het is wel een eerbetoon. Maar hoe lelijk, het is natuurlijk een beetje onduidelijk beeld. AZAN, dat staat er. AZ is een voetbalclub. Dus het is vrij onlogisch allemaal. Maar ik moet erbij zeggen, ik denk dat Lennart het wel prima had gevonden. Hoe stom het ook is. Want Lennart hield wel van eerbetoon. Hij heeft ook een lintje gekregen van de koningin. Daar was hij ook helemaal samen blij mee. Samen met Boudewijn. Hij heeft een onderscheiding van de stad gekregen.
een penning van verdiensten volgens mij. Ook helemaal, was hij ook helemaal in de gloria mee. Dus hoe stom het ook is, het is wel een herinnering aan Lennart. En het doet ons niet vergeten wat het werk was. En dat was en mooi. Zijn werk moet in leven blijven. Daarom. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Je blijft het gewoon lezen. Alle verhalen, of vooral van Haarlem bestaat niet. Dat zijn de mythes en de sprookjes eigenlijk die er gaan over Haarlem. We staan hier dus voor meester Sprikkebeen. Nou, meester Sprikkebeen heeft voor mij wel een behoorlijke emotionele waarde. Komt echt uit mijn jeugd. Dat beeld heb ik niet weer opnieuw. Of opnieuw, ik heb het gewoon neer willen zetten wat ik me daarbij voorstel. Meester Prikkebeen, meester Prikkebeen. De mensen lopen langs hem heen, hij blijft alleen meester Prikkebeen. Lennart Nijg's Tobia, of de ontdekking van het masturbariaat. Wij zijn een proefaflevering aan het maken van een hoorspelserie. En die hoorspelserie is weer een bewerking van de roman Tobia van Lennart Nijg. Kan die? Hé, hey, Flopke, schat, wil jij een track? Nee? Oké. Okay. Hey, Bo, heb jij die nieuwe Dylan al gehoord? Echt te wauw, man. Echt die lijntjes op die basgitaar. Nou, ik denk dat het tijd is voor een biertje. Ja, dat lijkt me ook. Naar deze leuke dag. Ja, wat gaan we hier doen? De Waag, waar natuurlijk alles begon. En vanavond speelt hier ook het conservatoriumkoor van het Zwolle. Leuk. Dan gaan we eens vanuit. Nou, ik ben benieuwd. Weet in ieder geval wie Lennart Nijg is. En dat kan nooit mislukken. Dus mijn doel is al lang bereikt. Want kerels, dat is niks als een rotterij. Wie Lennart Nijg was en wat hij heeft betekend, is te mooi eigenlijk om te vergeten. Hij leeft voort en zoals Lennart schreef, er is geen einde aan het laatste einde. Er is alleen een eeuwig nieuw begin.